Elon Musk schreef in 2006 het grote Tesla Masterplan. Het plan was op papier heel eenvoudig. 1. Bouw een elektrische sportwagen, de Tesla Roadster. 2. Gebruik het geld om een betaalbare auto te maken, de Model S. En 3. Bouw daarna met dat geld een nog eenvoudigere en goedkopere auto, de Model 3. Toen ik het plan las, wist ik 1 ding zeker. Die Model S zou het vervoerssysteem radicaal kunnen veranderen. En daarom besloten wij er toentertijd 1 aan te schaffen. Eind 2013 kon ik mijn iPad op wielen ophalen. En inmiddels rijd ik 5 jaar Tesla en heb 100.000 kilometer afgelegd. In deze Model S hebben inmiddels ook ruim 150 andere mensen gereden. Ze leenden hem een weekend, een dagje of reden er een paar uur in. Allemaal waren ze enthousiast en ze merkten dat zo'n elektrische auto wel eens de toekomst van autorijden kon gaan zijn. De rest van de automarkt reageerde op de gebruikelijke manier. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you. En uiteindelijk hebben ze nu allemaal een elektrische auto aangekondigd of al uitgebracht. Maar met de Model S stopte het niet. Tesla rolde een supercharger-netwerk uit, een snellaadnetwerk voor elektrische auto's. Dat verlengde het bereik van deze auto's van het aantal kilometers in de accu naar een groot deel van Europa. En Tesla bracht de Model X uit en nu eindelijk de Model 3, die betaalbaardere elektrische auto. Dat deze auto betaalbaar is, is overigens een relatief begrip. De auto zoals we nu rijden is de basisuitvoering en die kost bijna 60.000 euro. Halverwege dit jaar wordt er in Nederland een model van rond de 50.000 euro geïntroduceerd en aan het einde van het jaar wordt er een model verwacht die ruim 40.000 euro zal gaan kosten. Als je van de eerste generatie Model S in een Model 3 stapt, dan is deze auto echt een verademing. De eerste generatie Model S kostte ongeveer 90.000 euro en met 30.000 euro minder krijg je eigenlijk veel meer auto voor je geld. Het bereik is langer, maar ook de afwerking is aanzienlijk beter. Hij stuurt prettig, hij ligt ontzettend strak op de weg en overal is het gewoon een prachtige auto om te rijden. Het is ongelooflijk wat voor een stap Tesla in 5 jaar heeft weten te maken. Er zijn een hoop overeenkomsten met de Model S, maar er zijn ook wat verschillen en sommige zijn heel klein. Een van de kleine verschillen is de handgreep. Die zit wederom netjes weggewerkt in de auto om de auto aerodynamisch te maken, maar hij is mechanisch geworden in plaats van elektrisch. En dat is misschien maar goed ook, want bij de Model S ging dat systeem nog wel eens stuk en mijn auto was daarop geen uitzondering. Een van de dingen waar Tesla een stap achteruit heeft gemaakt is op de achterbank. De zitpositie van de bank is vrij laag en zelfs mijn zoon van 10 begon daarover te klagen. Er zitten zogenaamde aero-velgen op deze auto. Deze zijn dicht en ik vind ze er wat minder mooi uitzien. Maar je krijgt er wel wat anders voor terug, want je krijgt gewoon een stuk meer bereik met deze auto. Het scheelt 4% dat die velgen dicht zijn. De deur open je door hier op een knop te drukken waarna die openschiet. Het raam gaat erbij iets naar beneden. Dat is een elektrisch systeem, maar je kunt hem ook mechanisch openen en laat dat nou juist op de plek zitten waar je normaliter de deur zou openen. Een niet heel handige positie voor een backup systeem. Overal is de Model 3 gewoon een geweldige auto om te rijden. Dit voelt als de toekomst van vervoer. Deze auto gaat het zeker naarmate de goedkopere modellen op de markt gaan komen en dan ook een stuk lastiger maken voor de bestaande merken. Elektrische alternatieven zijn er weinig en als ze er zijn, dan zijn er slechts een paar van beschikbaar. Ook beschikken deze merken niet over een supercharger of snelladernetwerk. En dit gaat vooral voor de zakelijke reiziger of de vakantiereiziger een serieus probleem zijn. Maar misschien nog veel belangrijker, bij de alternatieven ontbreekt dat Tesla-gevoel. Het gevoel dat je rijdt in de toekomst. De vraag die in mijn hoofd overblijft is hoe lang deze stekkerauto's het vol gaan houden. Well to wheel, oftewel van de bron tot aan de beweging, zijn de auto's op dit moment het efficiëntst. Maar de volgende generatie auto's en de volgende innovaties staan klaar. In Tilburg wordt op dit moment gewerkt aan de Lightyear One. Dit is een auto op zonne-energie met heel veel bereik. En zou er daarmee ook een serieus alternatief kunnen zijn voor de Tesla's van deze wereld. Voice heeft ook deze auto in reservering staan en die verwachten we in 2020. De auto signaleert een nog grotere verandering van ons totale energiesysteem en de manier waarop wij energie gaan gebruiken. Een zonnecentrale op wielen wordt deze auto ook wel genoemd. Het zou nog wel eens een veel grotere impact kunnen hebben op de wereld dan de overstap van brandstof naar elektriciteit.